met elkaar, maak vrienden, zoek bekenden weer op, maak nieuwe vrienden en maak de mooiste matches. Heel veel succes en nu ga ik op de grond. Ja. 3, 2, 1. Een van de hoogtepunten van het jaar. Zijn we hier? Ja, niet toch? Ja, ik ook. Nou, de slingerbeurs vandaag voor de 11e keer alweer hier in Almelo is een geweldige ontmoeting van bedrijfsleven, van instellingen, van verenigingen. En bij mijn openingswoord zei ik het al, vooral een ontmoeting van mensen. Mensen die goede dingen willen doen in de samenleving, die zorg hebben voor elkaar, die vrijwilligerswerk leveren. Ja, we staan hier om ervoor te zorgen dat bedrijven en vrijwilligerswerk zoveel mogelijk verbinding maken met elkaar en klussen voor elkaar kunnen doen. We staan hier vandaag om ons netwerk uit te breiden en samen met andere bedrijven te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat kan zijn dat wij wat voor hun kunnen betekenen of dat hun wat voor ons kunnen betekenen. Meestal maken we 4-5 matches per dag toch wel. Dus ja, dat is op zich best prima voor onze branche. Dus wij bieden brandveiligheidsvoorlichtingen aan de mensen die daar belangstelling voor hebben. Dus hier, ik denk dat we vanaf het begin hier al aanwezig zijn. En we hebben al heel veel matches kunnen sluiten gaande jaren. Ja. Wij zijn er volgend jaar gewoon weer bij, mocht er een 12e match of slingerbeurs komen. Ja. Zal ik het vragen? Ja. Voor de kaartjes. Ik weet niet wat... Van elke match die binnenkomt proberen wij zoveel mogelijk te bepalen wat nou de financiële waarde daarvan is. Dus we bepalen of er uren worden ingezet, of dat er goederen worden toegezegd, of soms wordt er een terrein ter beschikking gesteld. En dan geven wij een waardering aan en die schrijven we op. En dat samen is het resultaat van alle matches die vanmiddag binnenkomen. Dit jaar voor het eerst hebben we ook, we openen binnenkort een maaklab waar een 3D-printer staat en meerdere apparatuur, om daar een workshop te geven. Ja, we hebben al verschillende matches gemaakt, heel erg leuke voor de deelnemers van de fietsvierdaagse. We hebben wat busjes geregeld voor de fietsvierdaagse. Ja, gewoon hele leuke dingen die we, ja, vooral voor de fietsvierdaagse. Dat lukt ons elk jaar hier weer op de slingerbeurs en zijn we heel blij mee. Dit jaar gaan we naar 176 matches, dus dat is ruim meer, voor een bedrag van ruim 92.000 euro. Oeh. 92.000 euro. En hoeveel zijn er? 176 matches. Wat een plezier. Bert van de Podium Academie. En take it away, guys.